Bij Pronto Wonen vind je de leukste stijlen en trends. Dus kom snel langs voor inspiratie. Pronto Wonen. Precies zoals jij het wil. Ik ben alweer een week in het nieuwe jaar en we hebben al uit kunnen kijken naar sneeuw, maar dat is er hier in de Achterhoek niet geval. Alleen in Limburgse heuvelen, daar werd het wat wit. Ja, en we hadden ook vandaag weer een dag waarin het met temperaturen boven het vriespunt begon, maar in de ochtend zelfs zie je daar nog een klein beetje motregen en daarna vanuit het noorden toch wel wat opklaringen en kwam later de zon er ook af en toe nog door. De temperatuur liep op naar 3 tot 4 graden. Vanavond hebben we ook met opklaring te maken en komende nacht ook. Er zijn ook wel wat wolkenvelden, maar in de opklaring kan het behoorlijk afkoelen, want het is rustig komende nacht. En dan kan het een graadje of 3 gewoon vriezen. De foto van Ans Prinsen die laat mooi zien de bewolking met de opklaring die eraan zit te komen. Dat is ook een plaatje wat we eigenlijk kunnen verwachten voor de komende tijd. En ja, de kleurenfoto is het sowieso, want het is allemaal nog mooi groen. En dat blijft voorlopig ook wel zo. Wil je ook een foto opsturen, dan kan een foto at gerritsweerpraat.nl. Vandaag sta ik aan de Stakenborgseweg bij Stuwvorst. Het dondert, het buldert hier aardig. Veel water over de stuw heen op dit moment. En ook de vispassage door strompend water goed duur. Want er is onderhand toch wel redelijk wat gevallen. En vooral vanuit Duitsland komt veel water deze kant uit. En komt er nog wat bij? Nou, voorlopig even niet, want we hebben morgen toch een dag met droge omstandigheden. Het begint dan misschien wel wat gries, maar de zon komt er ook af en toe bij. En het is ook een vrij rustige dag. De temperatuur die zal uitkomen op 1 graad of 3 en het blijft dan ook droog. In de nacht naar de zondag dan wordt het niet meer zo koud. -1 à -2 graden zal het zo'n beetje zijn. En zondag overdag dan zal het kwik ook nauwelijks stijgen. 1 graad of 1, dat zal wat maximale zijn. Dus het wordt een frisse zondag. Na het weekend dan komt er geleidelijk aan weer verandering in. In de nacht naar de maandag rond het vriespunt de temperatuur. Maandag werd het al zachter met veel bewolking, werd het dan 1 graad of 5 tot 6. En die temperatuur van 6, misschien 7 graden, die moeten we in ons achterhoofd houden voor de rest van de week. Maar het werd vanaf dinsdag ook weer wat wisselvalliger. Goed gaan.